Het is 1 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedemiddag. De drang om te feesten is en blijft voor sommigen groter dan de bezorgdheid over de coronapandemie. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht alweer 9 lockdownfeestjes stilgelegd. Geen grote bijeenkomsten, er waren telkens 6 tot 12 mensen aanwezig. Maar het mag niet en het gebeurt toch. Elk weekend weer en niet alleen in Antwerpen. Een van de lockdownfeestjes afgelopen nacht in Antwerpen vond plaats in deze Schuttershofstraat. Toen de politie er aankwam, hadden de feestvierders zich verstopt op het dak. Volgens de lokale politie het bewijs dat ze wel weten dat dit soort bijeenkomsten verboden zijn. Het valt altijd op dat die mensen wel goed weten dat ze die coronamaatregelen schenden. Want als de politie ter plaatse komt, ook afgelopen nacht was het zo, dan ofwel verstoppen de mensen zich of ze vluchten weg voor de politie heel vaak naar het dak in de hoop dat de politie hen daar niet vindt. Net als op eerdere bijeenkomsten werd her en der ook weer lachgas aangetroffen. Het ging nu weliswaar om kleinere groepen, maar wel op maar liefst 9 verschillende locaties. Daarbij zijn 64 personen geïdentificeerd door de politie. Die komen daar niet straffeloos af. Dus we hebben procesverbaal opgesteld voor elk feestje dat er aan de gang was, met het oog op een onmiddellijke dagvaring door het parket. Uit dit alles blijkt dat een deel van de bevolking de coronamaatregelen beu is. Ze vinden allicht steun in de oproep van enkele Franstalige liberalen, die al verschillende dagen aandringen op versoepelingen, zoals MR-voorzitter Boucher vandaag opnieuw in De Zondag. Als de cijfers laag zijn, waarom moet je dan tot 15 januari wachten om te evalueren? Als men 's ochtends regen voorspelt tot 14 uur, maar het is al droog om 10 uur, dan doe je toch ook je paraplu dicht. Onverantwoord, zeggen virologen en ook Antwerps burgemeester De Wever. Hij ziet in zijn stad dat de cijfers niet de goede kant op gaan. De curves zijn niet zo denderend. Dat zagen we een week geleden al. We zitten op een plateau, op sommige plaatsen licht stijgend, ook in deze stad. Als je dan met kerstmis generaties gaat mengen, bubbels gaat mengen, mensen die door het hele land gaan verplaatsen om familie te bezoeken, ja, dan heb je het recept voor een derde golf. Dat kunnen we niet willen. Dus het is jammer dat men op die manier het draagvlak dat al broos is en onder druk staat, mensen zijn het beu, dat men dat verder ondergraaft. In Antwerpen en andere steden is er koopzondag vandaag. De winkels zijn open en veel mensen zullen die kans willen grijpen om kerstaankopen te doen. Het wordt afwachten of dat overal corona veilig kan verlopen. We gaan live eens kijken. Dit zijn beelden van op de Meir op dit moment in Antwerpen. Dus dat is de grootste winkelstraat van Vlaanderen. Gisteren verliep alles er druk, maar wel gecontroleerd. Met dank aan de stewards die ingrijpen waar het nodig is. Ook vandaag zijn die mensen op pad op de Meir. En je ziet het, er zijn best wel wat mensen met boodschappentassen, zonder boodschappentassen. Maar het is nog niet echt heel druk. Het is natuurlijk ook nog maar 1 uur. En dit dan, de volgende beelden, die krijgen we uit Brussel, de Nieuwstraat daar. Dat is ook op dit moment. Gisteren sloeg de druktebarometer er al vanaf 11 uur rood uit. Op dit moment is het groen. Daarnet was het even oranje. Dus het is wel aan het kantelen, denk ik. De winkelstraat gisteren werd geregeld afgesloten om de massa mensen binnen de perken te houden van wat veilig is in deze pandemie. En over dat idee om nu koopzondagen te organiseren is er wel wat discussie geweest. Sommigen zien het zondagswinkelen als een magneet die vooral funshoppers naar de stadcentra zal lokken. Anderen zeggen dan weer dat het een ideale extra dag is die het mogelijk maakt om de toeloop wat te spreiden. We zullen het in de gaten moeten houden vandaag. Tot nu toe lijkt alles zeker onder controle in die twee steden. Verschillende experts benadrukken in elk geval dat het heel belangrijk is om de maatregelen vol te houden, want de coronacijfers die zakken nog wel, maar wel traag ondertussen. Vorige week zijn per dag gemiddeld 188 mensen met COVID in het ziekenhuis beland, 22% minder dan de week ervoor. Er liggen nu 3.163 patiënten in de ziekenhuizen, van wie 753 op intensieve. Het aantal coronasterfgevallen is nu gemiddeld 113 per dag. Er worden dagelijks nu bijna 30.000 tests afgenomen, ook weer bij mensen zonder symptomen. 2.172 per dag gemiddeld van die tests blijken positief. En dat is een lichte daling. En veel hoop
Alle hoop eigenlijk komt nu uit de coronavaccins die ontwikkeld worden. Het Europees Geneesmiddelenagentschap buigt zich momenteel over de erkenning van 2 kandidaatvaccins. Maar er zijn best wel mensen die bang zijn, die twijfelen of de vaccins wel veilig zullen zijn. Er is daarover gedebatteerd deze morgen in de Zevende Dag. Op dit moment is de belangrijkste reden dat ik zeg van ik wacht nog eventjes, dat er eigenlijk heel weinig betrouwbare informatie beschikbaar is. Veel begrip rond de tafel voor de bezorgdheid van deze chronische patiënten. Er is nog te weinig informatie voorhanden over de vaccins. Ik denk alle overheden, en dan zie ik zowel Vlaanderen als federaal, beseffen nu zeer goed, oké, alles wat we tot nu toe weten moet absoluut zo transparant en zo snel mogelijk naar buiten komen. Dus die website moet dringend geüpdate worden? Wel, ze zijn er al een stuk. Maar natuurlijk nog niet alle informatie die we gaan nodig hebben. Goede gerichte communicatie is het sleutelwoord. Ook naar de mensen van de woonzorgcentra die als eerste gevaccineerd zullen worden. Wat dat nu heel belangrijk is, is de goede communicatie. Uitleggen hoe zit dat vaccin in elkaar. Wat gaat er met jou gebeuren als je inent, de tussentijd enzovoort. En daarnaast een hele goede logistieke ondersteuning. En we zijn daar klaar voor. We willen er echt wel mee aan de slag gaan. Het Europees Geneesmiddelenagentschap onderzoekt de kandidaatvaccins nu en belooft na dat onderzoek alvast volledige transparantie en zelfs meer. We moeten in dialoog gaan. Met? In dialoog met de mensen. En we moeten dus kijken wat zijn uw bekommernissen en wat kunnen we doen om die bekommernissen weg te werken. Ja. Een eerste stap die we zetten, volgende week vrijdag, wordt er door ons een public workshop georganiseerd waar we zullen uitleggen hoe de vaccins worden gemaakt. Van een vaccinatieplicht is niemand voorstander. Het zou wel eens kunnen als we het effectief zouden opleggen dat er dusdanig veel weerstand komt dat we het omgekeerde effect hebben. Ja. Pandemie of niet, de ochtendstond had lekker zijn cadeautjes in de mond voor heel veel kinderen. We gaan kijken straks hoe de heilige man zijn jaarlijkse werk doet in corona-veilige omstandigheden. Maar eerst geven we het woord aan de vissers voor onze kust. Hoe de visvangst op de Noordzee geregeld moet worden na de Brexit is een van de struikelblokken om tot een handelsakkoord met de Britten te komen. Onze vissers halen niet minder dan de helft van hun omzet uit Britse wateren. De Belgische reders blijven aandringen op een akkoord dat de huidige situatie zoveel mogelijk behoudt. Er zijn maar 400 Belgische vissers, maar daarnaast moet je nog eens 1500 banen rekenen in de veilingen, de verwerking, de toelevering. De helft van de vangst en de opbrengst, vooral pladij, tong en rog, halen ze uit Britse wateren. Dat elders halen voor de Franse, Nederlandse of Deense kust, dat kan op termijn, maar het is niet evident. Het is wel een optie, maar dan natuurlijk kan je de ervaring die je opgebouwd hebt op die visgronden, wat heel belangrijk is in de visserijsector, die ervaring en die kennis, die kan je niet gebruiken. Dan moet je terug gaan opbouwen van nul. En dan komt er ook nog eens bij dat er dan ook waarschijnlijk al anderen zullen actief zijn op die visgronden, waar je dan ook nog eens zien als er nog plaats is. Je riskeert nieuwe visserijruzies en verlies van markten. Dat kan heel verstorend werken. Binnen Europa is jarenlang gewerkt aan kleinere, modernere vloten die rendabeler zijn. Ook al zorgen ze voor minder overbevissing. Dat duurzame evenwicht is ook goed voor de Britten, zeggen onze reders. En van zodra dat je daar aan dat systeem dat nu is opgebouwd gaat knabbelen, dan komt dat systeem in gevaar en komt die duurzaamheid in gevaar. En daarom denken we, zijn we zeker van in feite, met de Europese collega's, de EU-collega's, dat het voor alle partijen, inclusief de Britten, de beste is om dicht mogelijk bij de huidige situatie te blijven. En de tijd dringt. Zelfs bij een no deal, dus zonder algemeen Brits-Europees compromis voor alle soorten handel, dan nog is snel duidelijkheid nodig, speciaal voor de visserij. Dus werk daaraan, ook als er een no deal komt, probeer toch zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij die situatie te geraken. En onder andere over die visserij praten de Brexit-toponderhandelaars straks voort hier in Brussel. Michel Barnier voor de Europese Unie en David Frost, de Britse onderhandelaar. En hij heeft net laten weten dat hij hard zal werken om een akkoord te bereiken. Maar het water blijft hoe dan ook diep, want over de visvangst is er nog oneenigheid. Maar er zijn nog heikele thema's die een handelsakkoord in de weg staan. Both sides underline that no agreement is feasible if these issues are not solved. And whilst recognizing the seriousness of these differences,
We agreed that a further effort should be undertaken by our negotiating teams to assess whether they can be, these issues can be resolved. We gaan naar het Verenigd Koninkrijk, naar Londen. Ivan Olivier, jij bent daar. Kan je de sfeer eens beschrijven? Hopen de Britten eigenlijk echt nog op een akkoord? Ja, je merkt hier in Groot-Brittannië dat de Britten zelf er eigenlijk niet goed weten wat ze ervan moeten vinden. Maar we zijn nu in Londen en Londen dat is natuurlijk wel een verhaal apart. Londen heeft 4,5 jaar geleden tegen de Brexit gestemd in het referendum in tegenstelling tot de rest van het land. En je merkt hier een soort van, ja, stille gelatenheid zou je het kunnen noemen. Hè? In de zin van, ach, we zien wel wat ervan komt. Maar voor bedrijven natuurlijk, voor Britse bedrijven, is een no deal. Als er geen akkoord komt, is dat, ja, dat is een regelrechte ramp. Want bedrijven die spullen invoeren uit de Europese Unie, daar zullen invoerrechten op betaald moeten worden in geval van een no deal. En dat, die invoerrechten die zullen die spullen uiteraard duurder maken. Maar ook bedrijven die, Britse bedrijven die uitvoeren naar de Europese Unie, ook op hun producten zullen invoerrechten betaald moeten worden. En dat tast uiteraard de concurrentiepositie van de Britse bedrijven aan. En die Britse bedrijven die hopen uiteraard dat de onderhandelingen dat die lukken. Ja, Ivan, ik kan mij voorstellen dat ook daar heel veel mensen vooral met corona bezig zijn op dit moment. Hoe hopen ze de vaccins, want ze gaan daar snel beginnen vaccineren, maar hoe hopen ze alle vaccins op tijd in het land te krijgen als er misschien met nieuwjaar chaos zal zijn aan de grenzen? Ja, en we hebben de beelden al gezien van de week. Die vrachtauto's die urenlang stonden aan te schuiven in Calais om het kanaal over te steken. En als overheid wil je natuurlijk wel vermijden op 1 januari en daarna dat die vrachtauto's vol met vaccins uit de fabriek in Puurs, dat die urenlang oponthoud kennen aan de grens, aan de kanaaltunnel en aan de ferries in Calais. Maar daar zou de Britse regering iets op gevonden hebben. Verschillende kranten melden hier vanochtend dat de regering legertransporttoestellen wil inzetten om de coronavaccins vanuit België over te vliegen naar het Verenigd Koninkrijk. Een luchtbrug tussen Puurs en Londen, dat we dat nog moeten meemaken. Dankjewel, Ivan Olivier. You gotta get out and vote. Let them steal Georgia again. You'll never be able to look yourself in the mirror. We have to hold the line. De Amerikaanse president Trump is voor het eerst sinds de presidentsverkiezing weer op campagne geweest. In de staat Georgia is hij twee partijgenoten gaan steunen voor een senaatsverkiezing in januari. Maar in zijn toespraak had Trump het vooral over zijn eigen nederlaag. Hij blijft beweren dat die puur het gevolg is van massaal geknoei. Bewijs daarvan is er nog altijd niet. Op de meeting leek corona heel ver weg. Trumps aanhangers stonden dicht bijeen en veel mondmaskers waren er ook niet te zien. Nochtans stijgt het aantal besmettingen in de VS en ook in Georgia. Trump zelf is vooral bezig met zijn verkiezingsnederlaag. Zonder dat er overtuigend bewijs van is, blijft hij volhouden dat Biden enkel door fraude gewonnen heeft. If I lost, I'd be a very gracious loser. If I lost, I would say I lost. And I'd go to Florida and I'd take it easy and I'd go around and I'd say I did a good job. But you can't ever accept when they steal and rig and rob. Can't accept. Trump was in Georgia om twee Republikeinse senatoren te steunen. Hun zitje staat in januari op het spel en daar hangt veel van af. Want in de Senaat hebben de Republikeinen momenteel een nipte meerderheid. Maar als ze de verkiezingen in Georgia verliezen, krijgen de Democraten de Senaat in handen. Een Senaat die de nieuw verkozen president kan steunen of blokkeren, het is een wereld van verschil. En dus geeft Trump een dubbele tegengestelde boodschap. De verkiezingen zijn onbetrouwbaar, maar zijn aanhangers moeten wel degelijk gaan stemmen. En deze zetels zijn de laatste lijn van defensie om Amerika te beschermen en alles wat we hebben accomplished. Net door die dubbele boodschap zijn sommige partijgenoten van Trump bang dat zijn aanhang ontmoedigd niet zal gaan stemmen. Een Japanse ruimtecapsule is veilig geland in de woestijn van Australië na een reis van 6 jaar door het heelal. De capsule brengt gesteenten mee van een asteroïde op bijna 3 miljard kilometer van de aarde.
Wetenschappers hopen er meer inzicht door te krijgen in het ontstaan van ons zonnestelsel. See the handle of it? Three stars in a row. Op een afgelegen plek in het zuiden van Australië is een vuurbal te zien als de ruimtecapsule door de dampkring breekt. In de capsule zit gesteente afkomstig van een asteroïde, miljarden jaren oud. This sample coming back in a little metal capsule, of a sort of a human-made flying saucer, if you will, coming back from this 4.6 billion years old asteroid Ryugu, which is just about 900 meters in diameter, but absolutely pristine rock made from parts of the outer solar nebula from which all the planets around in the solar system were made. Wetenschappers van het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA in de buurt van Tokio volgen de landing op de voet. The capsule's landing point was detected. Local team will collect the capsule. 10 kilometer boven het aardoppervlak opende de capsule een parachute en begon ze signalen uit te zenden. Drones en een helikopter hebben ze ongeschonden teruggevonden. Ja, kijk mama, verbaasde en blije gezichten in veel woonkamers deze morgen. Want 6 december is de magische dag dat de Sint de brave kinderen komt verrassen. Maar de Sint komt ook graag bij de grootouders. En die zitten in dit coronajaar meestal in een andere contactbubbel, waardoor kleinkinderen er niet naar binnen mogen. Hoe de Sint dat oplost, dat gingen we eens bekijken bij opa Didier en plus opa John. Hallo. Sint er geweest, hè? Eens kijken. Een speciale Sinterklaasmorgen vandaag. De Sint is geweest bij opa Didier en opa John. Niet binnen, maar wel buiten. Ja, zie wat de Sint gebracht heeft, hè? Binnen bij de grootouders mogen de kleinkinderen niet komen in coronatijden. Maar daar heeft de Sint iets op gevonden hier, samen met de opa's. Amai, wat is dat? Oh, dat heb ik gesproken. Wat is deze? We hebben hier schoenen gezet, dat zeker, ja. De grote en de kleine, we dachten, weet maar nooit. Een wortel erin. Een wortel voor een paardje, hè. En we hadden een pintje klaargezet om te hoog. En vannacht hoor ik het klak, 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 klak. Ik dacht, wat is dat? Ik heb hier wakker van, hè. En er stond een wit paard. Het was een beetje afwachten van, ging de Sint kunnen komen of niet? Want ja, binnen kan natuurlijk niet. Dus we waren heel blij dat de Sint buiten is kunnen komen hier. Dat is helemaal niet gewoon, hè. Het is anders dan andere jaren, hè. Het buiten moet. Ook anders dan andere jaren is dat de hond hier de enige is die bij de opa's knuffels mag krijgen. Vooral de oudste heeft er al wat moeilijker mee, hoor. Zo, dat niet kunnen knuffelen en die afstand moeten bewaren en elkaar veel minder zien, dat vinden die wel, ik vind het wel heel, heel moeilijk. Het is natuurlijk, ja, het is improviseren, hè. Nee. Het is een aardig jaar, hè. Dat voor het jaar allemaal beter gaat, hè. Ja. Ik hoop dat. Spelen zelf is voor thuis, maar Jules en Jax vertrekken niet zonder nog een belangrijke boodschap voor de Sint. Dankjewel, Sinterklaas! En hoe beleefd ook. We trekken straks nog naar Knokke voor een coronaveilig bezoek aan het Lichtfestival. De editie van vorig jaar die trok nog een grote mensenmassa naar de Zeedijk. Dit jaar kan en mag dat niet natuurlijk. Straks een verslag over Light Art Knokke. Maar eerst, Maarten, laat je je licht schijnen over de sport. Voetbal gisteravond. Ja, want we hebben een nieuwe leider. Voorlopig althans. Dat is Club Brugge. Club versloeg gisteravond in eigen huis Sint-Truiden met 1-0. Een heel zuinige zege van de landskampioen. Dat vooral met zijn gedachten bij dinsdag zit. Want dan is er dat levensbelangrijk duel met Lazio in de Champions League. Sint-Truiden, dat dit seizoen nog maar 2 keer kon winnen, blijft op 1 na laatste. Verrassing bij Club, waar Ruud Vormer als aanvoerder op het wedstrijdblad staat, maar nog tijdens de opwarming moet afhaken. Ruud had vlak voor de opwarming serieuze problemen in de buikstreek. Stond helemaal opgezwollen ook. Heeft geprobeerd mee op te warmen, ging totaal niet. En is dan naar het ziekenhuis gebracht en ik heb nog geen resultaten gehoord.
Maar Vormer is ondertussen thuis, de galblaas luidt de diagnose. Medicatie en individuele training zijn de remedie om opnieuw fit te raken. Club duwt Sint-Truiden achteruit, maar de kansen zijn wel voor de bezoekers. Mignolet redt eerst een schot van Nazon. Hij moet wat later alles uit de kast halen om een vrije trap uit zijn doel te houden. Na 10 minuten in de tweede helft grijpt Philippe Clément in. Hij vervangt een bleke Dennis door Okereke. De Nigeriaan staat amper 2 minuten op het veld wanneer hij een eerste kans krijgt. En het is meteen raak. De assist is van Lang en Okereke schuift de 1-0 binnen. Club houdt het op een zuinige zege, al krijgt het nog een paar kansen. Dinsdag wacht de laatste groepswedstrijd in de Champions League op het veld van Lazio. Echt, tegen Lazio hebben we niks te verliezen en gaan we gewoon vol vrije kans. En we hebben er absoluut vertrouwen in en een goed gevoel bij dat we daar ook voor die 3 punten kunnen gaan. Ja, club wil zo graag overwinteren in de Champions League. Nog gisteravond versloeg Oud-Heverlee Leuven Cercle Brugge met 2-1. Waasland-Beveren deed onderaan een gouden zaak door het degradatieduel te winnen van Moskroen met 2-0. Straks zijn er nog een paar interessante affiches. Racing Genk-Antwerpen bijvoorbeeld. En vanavond is er Oostende A-Gent, de eerste wedstrijd van Hein van Hazenbroek als nieuwe trainer van Gent. En zo ziet dan de zeer voorlopige stand eruit halfweg de 15e speeldag. Club Brugge heeft als leider 2 punten meer dan Beerschot en Racing Genk, die straks nog over club kunnen springen. Halfweg staat Oud-Heverlee Leuven met 1 punt en 1 wedstrijd minder dan Anderlecht. Waasland-Beveren krijgt onderaan wat ademruimte en schuift op. Sint-Truiden is op 1 na laatste. Ja, het voetbalnieuws van de voorbije dagen is natuurlijk de terugkeer van Hein van Hazenbroek naar A-Gent. Straks zit hij op de bank tegen Oostende. Gisteren leidde hij al de training en de club heeft ook al een filmpje gepost waarin hij voor het eerst praat over zijn nieuwe job. Er is maar 1 ambitie, dat is beter doen dan hetgeen dat we nu doen. Hoe ver die ambitie zal dragen, dat zullen we zien. Maar uiteraard ben ik blij om hier terug te zijn. De vorige keer was ik... Eigenlijk gekomen na 2 mindere jaren. 2 keer play-off 2 gespeeld. Nu zit je vol in een seizoen waar je momenteel ook niet goed staat. Ja, daarom ook de opdracht nu van dat ook te keren terug. Ik besef de situatie. En ik ga ook proberen duidelijk te maken aan de groep ja, dat zij ook dat besef moeten hebben. En dan uiteraard gaan we proberen van op te klimmen met de kwaliteiten die aanwezig zijn. Ik ken niet een paar spelers, ik ken ze allemaal. Ik heb ook wel alle matchen gevolgd, dus het is geen onbekend element. Dus ik weet wat de mogelijkheden zijn. Ik heb al veel kunnen zien wat goed was, wat fout liep. En de bedoeling is om daar de goede dingen verder te doen en wat fout liep, proberen te verbeteren. Naar de supporters toe zou ik in het eerste geval hen eigenlijk willen bedanken. Het is een ongelooflijk ambetante situatie, vervelende situatie. Blijf je club steunen, want dat is wel iets wat Gent mist. Geweldig thuispubliek, wat fureur heeft gemaakt in de goede tijden. En ik verlang om dat terug te zien, om die glamco terug vol te zien. Dus ik wil ze echt wel bedanken voor hun geduld. En ondertussen gaan wij proberen van toch een beetje op te schuiven, zodoende het moment dat ze terugkeren, dat we terug kunnen meepraten met degene waar we eigenlijk bij horen. Ja, straks tegen Oostende. Naar Duitsland dan voor de krachtmeting tussen de nummer 1 en 2 van het klassement, Bayern München en Leipzig. Leider Bayern liet de afgelopen week in de Champions League zelfs een aantal spelers rusten met het oog op deze topper. En toch kon de recordkampioen niet winnen. Het werd een gelijkspel met heel veel goals. 3-3. Onder meer Justin Kluivert, zoon van, scoorde voor Leipzig. Hoge verwachtingen vooraf. Landskampioen Bayern München had al sinds september niet meer verloren. Het is wel Leipzig dat het beste aan de match begint. Sabitzer, een knal op de lat. Het is een eerste waarschuwing voor Bayern dat na 20 minuten helemaal weggetikt wordt. Een Kunku alleen op Neuer af. De Fransman blijft kalm. 0-1 voor Leipzig. Lang kunnen de bezoekers niet van hun voorsprong genieten. We zijn 11 minuten later. Musiala, 17 jaar en nog maar 5 minuten op het veld. 1-1. 4 minuten later, Bayern drukt door. Thomas Müller met de 2-1. En nog 1 minuut later staat het alweer gelijk. Justin Kluivert, zoon van, met zijn eerste goal in de Bundesliga. Na de rust gaat het doelpuntenfestival gewoon door. Forsberg kan onbedreigd binnenkoppen. Leipzig leidt met 2-3.
Maar de bezoekers plooien dan terug en kunnen hun voorsprong niet vasthouden. Coman met zijn derde assist van de avond. Müller met zijn tweede goal. 3-3 is de eindstand na een intense topper. Ja, en zo blijft het verschil tussen de twee bovenaan 2 punten. Dortmund, dat gelijk speelde, volgt als derde op 4 punten van Bayern. In Boom is er vanmiddag de 5e manche in de Superprestige. De 3e wedstrijd ook van de man die alle Belgische sporttrofeeën binnenhaalt, Wout van Aert. Vorig weekend keerde Van Aert terug naar het veld met 2 derde plaatsen. In Boom vindt hij een parcours op zijn maat. Op het terrein van Tomorrowland kon hij al 2 keer winnen. De leider in de Superprestige is Eli Iserbiet. Maar de grote vraag is of Van Aert vandaag al zijn eerste overwinning van het seizoen kan pakken. Ja, ik sta aan de start, dus het is een doeltoener en dan kunnen winnen, maar ja, we zullen zien. Ik hoop nog iets beter te zijn dan vorige week en dan kom ik automatisch weer akkoord erbij. Het gevoel zit wel goed? Ja, toch wel. Een goede week achter de rug en ja, ik heb er zin in. Het klinkt en is ook een beetje vreemd, maar voor de 2e week op rij is er een grote prijs Formule 1 in Bahrein. De wereldkampioen Lewis Hamilton is er door corona niet bij, maar zijn vervanger George Russell stelt alles behalve teleur. De Brit die de voorkeur kreeg op Stoffel van Doorn start straks van op de 2e plaats. Tijdens de kwalificatie reed Russell in zijn Mercedes amper 200ste trager dan ploegmaat Valtteri Bottas, die van op de pole start. De toekomst van de Britse Formule 1 oogt dus mooi. En de Fransman Sébastien Ogier is voor de 7e keer wereldkampioen rally geworden. In Monza zette hij de kroon op het werk door ook de laatste wedstrijd te winnen. De Brit Evans leek nogthans lange tijd op weg naar de wereldtitel, maar door een crash gisteren verloor hij kostbare tijd. Amateur marathonlopers moeten nog een tijdje wachten om in actie te komen. Elite-atleten kunnen wel lopen, zoals vandaag in Valencia. 3 Belgen hoopten op een ticket voor de Spelen. Alleen Hanne Verbrugge slaagde daarin. Ze verbeterde haar persoonlijk record met bijna 6 minuten en mag naar Tokio. Sofian Bouchiki, die veel te snel startte in zijn 2e marathon, stelde teleur. De omstandigheden in Valencia zijn vroeg in de ochtend uitstekend. Over de halve marathon loopt Kibiwot Kandi 57 minuten en 32 seconden. De 21-jarige Keniaan verbetert het wereldrecord met een halve minuut. Ook in de marathon wordt heel hard gelopen. Bij de mannen blijft Soufiane Bouchiki, jammer genoeg niet in beeld, tot de 38e kilometer op koers voor een Olympische limiet. Maar in de slotfase, wanneer de wind de kop opsteekt, valt hij helemaal stil en geeft op. In een langgerekte sprint wint de Keniaan Evans Chebet in 2 uur en 3 minuten. Kenia zegeviert ook bij de vrouwen met Peres Jepchirchir. Onze landgenote Hanne Verbrugge loopt een ijzersterke wedstrijd. De 27-jarige uit Vlaams-Brabant verbetert haar persoonlijk record met bijna 5 minuten en blijft met 2:29:14 16 seconden onder de internationale limiet. Ze mag in de zomer naar de Spelen in Tokio. De laatste kilometers waren loodzwaar. Ik heb echt tegen mezelf moeten inspreken van kom aan, Hanne, nog eens doorbijten. Dat je niet nog een keer moet opnieuw lopen om je te kunnen bewijzen. Dus ik denk dat ik momenteel het gelukkigste meisje ter wereld ben. Nou, het is haar gegund. En een mooiere aankomstplaats dan die Marathon van Valencia, vind je niet? De crossfans die kan ik nog doorverwijzen naar 5:30 op 1. Een samenvatting van die cross in Boom met Wout van Aert. Warm voor televisie. Goed idee, denk ik. Dank je wel, Maarten. We kunnen allemaal wel wat lichtpunten gebruiken in deze donkere tijden. En in Knokke neemt het licht kunstige vormen aan op Light Arts. Een wandeling is dat eigenlijk langs lichtkunstwerken in de binnenstad. In Brugge en in Brussel werden de lichtspectakels vorig weekend nog stilgelegd omdat daar te veel volk bijeen was. Knokke probeert dat scenario te vermijden. Wij wilden eigenlijk gewoon een keer een toffere avond hebben dan gewoon thuis zitten. En daarmee zijn we nu afgezakt naar de kust eigenlijk. Het is ook een gezellig samen, moeder-dochter. Het is ook niet gewoon kerstverlichting, het is echt om meer dan gewoon kerstverlichting. Op het lichtkunstfestival Light Art in Knokke-Heist kan u wandelen langs 9 installaties. Allemaal lichtkunstwerken met een knipoog naar gekende artiesten. Vorig weekend lokte een lichtspectakel in Brugge te veel volk. En dus kwam er hier pas laat groen licht. Het heeft oranje geknipperd gans de week. En tegen het einde van de week hebben we kunnen de instanties overtuigen. Het verhaal is hier lang gerekt, ver uit elkaar, op een brede zeedijk. Wat anders is dan de smalle straatjes van Brugge.
En we hebben een aantal maatregelen toegevoegd. We hebben mondmaskerplicht langs het parcours. We hebben gelletjes, we hebben een heleboel zaken. We hebben crowd control met camera's. Bij de editie vorig jaar stond de dijk nog volgepakt. Maar voorlopig is er geen sprake van brugse toestanden. Ik ben ook daar geweest en daar was er inderdaad wel heel veel meer volk. Hier valt op zich wel mee, vind ik. Als er veel volk zijn, dan waren we weer niet. Dan zouden we wel eens. Ik denk dat je conclusies aan moet trekken. Hè. Ideaal nu om te genieten van de speelse kunst, zoals deze mannetjes, geïnspireerd op Keith Haring, die hier in Knokke vaak op vakantie kwam. Een soort symbolische sprong naar de vrijheid. Heel kenmerkend voor deze tijd. We hunkeren allemaal naar de sprong terug, naar de vrijheid die we gekend hebben. We hopen dat die snel terugkomt. U kan nog tot 3 januari komen kijken. In totaal 18 avonden. En zo ronden we af met een evenement dat mag in coronatijden. Vooraan hadden we bijeenkomsten van een ander kaliber. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht weer 9 lockdownfeestjes stilgelegd. De coronamaatregelen, ze wegen zwaar, maar experts en politici drukken erop dat we ze toch nog een eind moeten aanhouden. Ik wens u een heel fijne middag toe. Hou het vooral heel warm en dan zie ik u graag vanavond terug. Tot dan. De curves zijn niet zo denderend. Dat zagen we een week geleden al. We zitten op een plateau. Op sommige plaatsen licht stijgend, ook in deze stad. Als de politie ter plaatse komt, ook afgelopen nacht was het zo, dan ofwel verstoppen de mensen zich of ze vluchten weg voor de politie, heel vaak naar het dak, in de hoop dat de politie hen daar niet vindt. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.